als je door Nederland rijdt met een bus met juryleden, dan schrik je van de lelijkheid. Soms stap je dan in een pand binnen waarvan je denkt, kijk, hier is een architect aan het werk geweest. Het scheelt misschien 10 of 20%, maar het is het echt dubbel en dwars waard. Ik denk dat vooral iconen niet echt meer gebouwd worden op het moment. Anderzijds zie je dat in de categorieën waar het meer om sociale en maatschappelijke vraagstukken gaat, dat daar een hele duidelijke rol voor de architect is weggelegd. Dat we plekken maken waar mensen heel gelukkig kunnen zijn. Op een dusdanige manier dat ze ook voor hun plek gaan zorgen. Dus wij kunnen wel iets neerzetten, maar als mensen er zelf voor gaan zorgen, blijft het ook echt op lange termijn top. Ja, een gebouw zonder opdrachtgever bestaat gewoon niet. Een opdrachtgever zonder ambitie is daarom ook het eerste wat een architect kan hebben. En die ambitie moet verder gaan dan alleen de financiën. Goed gebouwen is veel meer en dat maak je met een goede opdrachtgever samen. Het allerbeste gebouw is voor mij toch echt verwonderend. Ook maatschappij kritisch of in ieder geval maatschappij bewust. En daarmee voorbeeldstellend voor het vak architectuur. Het beste gebouw is een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is. Daar begint een goed ontwerp mee en daar zou de architect dus ook echt aandacht voor moeten hebben. Voor dubbeltjes. Het is me eigenlijk te goedkoop wat jullie doen.